Deze helm die gaat terug naar de bevrijding van Zutphen, april 45. En Zutphen was echt een frontstad op dat moment. Dus is drie, vier dagen behoorlijk gevochten. Zutphen heeft er goed van langs gekregen. En de heer Teesink uit Zutphen, die was bij de vrijwillige brandweer. En het ziekenhuis aan de Koehoornsingel moest geëvacueerd worden, omdat het eigenlijk in de frontlinie lag. En de brandweer assisteerde daarbij. De heer Teesink was een van die brandweermannen. En op een gegeven moment, toen hij uit het ziekenhuis kwam, voelde hij ineens een enorme klap tegen zijn hoofd. En wat bleek, een Duitse sluipschutter, die had gewoon op hem geschoten. En doordat hij waarschijnlijk uit het ziekenhuis kwam, in beweging was, is de kogel hier erin gegaan. En aan die kant er weer uitgekomen en is de kogel langs zijn slaap gekletst. En hij bloedde ook, hij heeft echt een schamschot gehad. En hij stond even te duizelen, zo vertelde de heer Teesink mij toen. En nou, toen was hij weer bij zinnen, zeg maar. En toen is hij verder gegaan met zijn werk, want de anderen durfden het niet meer. Hij ging min of meer door de frontlinie terug naar huis, aan de Paardenwal in Zutphen. Kwam daar, en dat bleek al bevrijd te zijn, de buitenkant van de stad, zeg maar, door de Canadezen. Hij kwam eraan met geronnen bloed langs zijn hoofd, met die helm nog op. Die Canadezen zagen dat. En in halfbakken Engels werd een beetje uitgelegd wat er gebeurd was. En die Canadezen vonden het zo'n laffe daad dat een hulpverlener, herkenbaar als brandweerman, met een duidelijk herkenbaar als hulpverlener, beschoten werd door de Duitsers. Dat ze een clubje samengesteld hebben die er in de buurt van het ziekenhuis, moest die aanwijzen op de kaart waar dat was en waar het schot van aangekomen was. En die Canadezen zijn daar naartoe gegaan en die hebben daar alles wat Duits was opgeruimd in die omgeving, omdat ze het zo'n laffe daad vonden.